De sector primair onderwijs heeft de laatste jaren hard gewerkt aan professionalisering. Er bestond de noodzaak om de sector zelf te versterken, maar ook de schoolbesturen voelden door de toenemende en complexe verantwoordelijkheden de dringende behoefte aan professionaliteit. Een eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van goed bestuur was de vaststelling van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs in 2010. De PO-raad ondersteunde in navolging hierop een eerste vorm van bestuurlijke visitatie, waarbij besturen werden gevisiteerd op naleving en toepassing van deze code. Na evaluatie van dit proces bleek dat de sector in dit stadium vooral behoefte had aan visitaties die gericht waren op individuele ontwikkeling van het bestuur. Er werd in de jaren daarna geëxperimenteerd met visitaties, waarbij schoolbesturen in een pool elkaar visiteerden op basis van een eigen leervraag. De schoolbesturen concludeerden op basis van deze pilot dat ze veel van elkaar leerden, maar spraken tegelijkertijd de wens uit om de visitatie meer te richten op het brede bestuurlijk handelen en minder afhankelijk te maken van de leervraag van het bestuur. De commissie Meurs adviseerde in 2013 onder andere om met bestuurlijke visitatie schoolbesturen te ondersteunen in hun professionalisering. De PO-raad was als sectororganisatie de aangewezen partij om het hele proces aan te jagen. In juni 2015 besloten de leden tot de ontwikkeling van een bestuurlijk visitatiestelsel voor de sector. De volgende aandachtspunten stonden centraal. De visitatie is gericht op de ontwikkeling van de schoolbesturen en daarmee de ontwikkeling van de sector. Er wordt niet beoordeeld en besturen hoeven met de visitatie geen verantwoording af te leggen. De visitatie is gericht op het hele schoolbestuur. Het gaat dan zowel om het samenspel tussen het bestuur, de schoolleiders en bestuurlijke staf, als het handelen van het bestuur in relatie tot de intern toezichthouder en het medezeggenschapsorgaan. Als laatste aandachtspunt moet er gekeken worden naar de diversiteit in de sector. De visitaties moeten namelijk uitvoerbaar zijn voor zowel grote als kleine schoolbesturen. Nu de aandachtspunten helder waren, kon de PO-raad het visitatiekader verder ontwikkelen. In het kader wordt onderscheid gemaakt in de volgende hoofddomeinen: Bestuurlijke opgave, Bestuurlijke taak, Bestuurlijk vermogen en professionalisering en als laatste domein Sturing en Governance. In april 2016 is de proeffase van de Bestuurlijke Visitatie van start gegaan. Daarvoor waren vier schoolbesturen geselecteerd en de leden van de Visitatiecommissie, alle collega-bestuurders. De commissieleden en onafhankelijke voorzitter kregen een training om hun rol van visitator optimaal te kunnen vervullen. Voor de commissie daadwerkelijk langskomt, nemen de schoolbesturen hun brede bestuurlijk handelen onder de loep met behulp van een zelf-evaluatie. Het bestuur gebruikt de vragen per domein als leidraad om te reflecteren op het bestuurlijk handelen. Om een adequaat beeld te krijgen, raadpleegt het bestuur alle mogelijke betrokkenen. Met de resultaten van de zelfevaluatie kan de visitatiecommissie zich nu echt goed voorbereiden. Tijdens de visitatie wordt ingegaan op de aandachtspunten geformuleerd door de commissie, maar ook de aandachtspunten ingebracht door het schoolbestuur zelf. Van de hele visitatie wordt een verslag opgesteld, dat na verificatie bij het gevisiteerde bestuur definitief wordt en in het bezit komt van het schoolbestuur. En wat is er gebeurd met de conclusies van deze eerste proefvisitaties? Die zijn gebruikt om het visitatiekader en de werkwijze in de visitatie aan te scherpen. Na de zomer vindt er een bredere pilot plaats, waarbij veertien schoolbesturen de visitatiecommissie over de vloer krijgen. Hiervoor wordt ook de pool van visitatiecommissieleden, evenals het aantal voorzitters en secretarissen, uitgebreid. In de pilotfase zal ook onderzocht worden of het kader toepasbaar is voor de 1-Pitter-besturen. Op de Algemene Ledenvergadering in november worden de opbrengsten van de pilotfase met de vereniging gedeeld, zodat er besluiten kunnen worden genomen over het vervolg van de ontwikkeling van het bestuurlijk visitatiestelsel. Bent u ook benieuwd naar alle actuele ontwikkelingen? Kijk dan geregeld op www.poraad.nl.